Een mooie groene natuur. En dat is wat we allemaal zo willen houden. Ook de Rijksoverheid. Want die wil graag dat we in 2020 14% duurzame energie gebruiken. En in 2050, dan moeten we helemaal duurzaam zijn. Maar gaan we snel genoeg? Of moeten we misschien met z'n allen een stapje harder rennen om die planeet te redden? We vragen het de duurzaamheidsgoeroes. Meneer Wijfels, hoe staat het ervoor qua duurzaamheid in Nederland? Nou, ik zou zeggen, we zijn onderweg, maar nog helemaal aan het begin. En op tal van punten gaat het toch niet snel genoeg. Nederland zit in de absolute achterhoede wat betreft duurzame energie. Van de 25 landen in de Europese Unie zijn we nummer 24, ergens tussen Cyprus en Malta. Dus we doen niet heel goed. We hebben iets van 3% windenergie, 1% zon en de rest is allemaal fossiel. Maar meer in het algemeen zitten we toch in een land met heel veel mensen, heel veel industrie, heel veel zware industrie, ook heel veel fossiele energiegebruik enzovoort. Wij moeten echt nog heel veel werk doen. We moeten zorgen dat we binnen 20 jaar van de fossiele brandstoffen, olie, kolen en gas, afgaan. Dus het is vooral een kwestie van nu krachten verzamelen, mensen motiveren. Ik weet ook, ik werk heel veel met jonge mensen aan de universiteit bijvoorbeeld, maar ook jonge ondernemers. Die staan echt te trappelen om dit te gaan doen. Als je zeg maar binnen 20 jaar omgaat op een volledig duurzame energievoorziening, dan schep je ook nog 150.000 banen. Want als je al die huizen energie-neutraal moet maken, et cetera, dan heb je gewoon heel veel mensen nodig. Ja. Dus het is leuk, het geeft innovatie, het geeft banen. Waarom gaan we het niet doen? Ik ben heel optimistisch over de kansen, de mogelijkheden die we nu hebben om die samenleving van ons, op de manier waarop we leven en werken, nog weer een slag beter te maken dan het in de vorige fase al was. Mooi.